Dus wordt mede mogelijk gemaakt door Expert. Sharon Kipps is bekend als de eerste winnares van X-Factor. In die tijd woont ze in de gemeente Dronten. Daar heeft ze fijne herinneringen aan die ze graag met City News deelt. In 2007 mocht ik meedoen aan X-Factor, de allereerste editie. En dat was ontzettend gaaf, dat was leuk. Ik zong al een aantal jaren en het was echt mijn droom om van muziek mijn werk te maken. En na het winnen van X-Factor heb ik dat mogen doen en dat mag ik nog steeds tot op de dag van vandaag doen. Oh, wat vind ik zo leuk aan het vak? Ja, alles. Het is echt, ja, het is sowieso een passie altijd geweest zingen. Ik ben niet begonnen met zingen omdat ik in mijn hoofd had van ja, ik word zangeres. Ik ben op mijn 10e begonnen met zangles en het was puur omdat de omgeving zei van joh, je hebt talent, je moet er eens wat mee doen. Ga eens op een muziekschool. En dat heb ik toen gedaan. En dat was zo leuk. Als iets je passie is, dan heb je daar energie voor en dan ga je daar ook gewoon in door. In december 2012 heb ik mijn derde album uitgebracht. En dat is mijn eerste Nederlandstalig album, was dat Groei Maar. Wat ook gaat over onder andere ons nog ongeboren kindje. Groei maar, langzaam in mijn buik, doe jij maar. Ik ben trots op eigenlijk alles wat ik heb mogen doen tot nu toe. Ik heb een begin mogen maken met een muziekcarrière en dat is ontzettend gaaf. Poeh, ja, ik heb hartstikke veel dromen. Ik ga ze niet allemaal melden. Dan ga je me straks aan vasthouden. Nee, sowieso is het. Ik ben ontzettend blij dat ik gewoon mijn eerste kindje mag verwachten. En het wordt een meisje, dat mag je ook wel weten, maakt niet uit. En dat is het begin. Dat is dan eerste, dat is een volgende droom die zeg maar uitkomt. Het hebben van een kindje. En ik ben heel benieuwd hoe dat nu gaat gaan. En hoe dat ook onder andere mijn muziek zal beïnvloeden. En ik hoop in 2013 of begin 2014, een beetje afhankelijk van hoe het gaat met het kindje, dat is natuurlijk allemaal nieuw, hoop ik mijn volgende album te gaan uitbrengen. Maar wel het liefst nog wel Nederlandstalig, want dat is wel echt een weg die ik ben ingeslagen die me wel echt bevalt. Ik kan niet wachten totdat jij... Sharon Kipps is bekend als de eerste winnares van X-Factor. In die tijd woont ze in de gemeente Dronten. Daar heeft ze fijne herinneringen aan die ze graag deelt met City News. Ik ben op mijn 10e ongeveer, ik was 10 jaar oud volgens mij. En toen ben ik met mijn ouders verhuisd van Amsterdam naar Flevoland. Eerst in Biddinghuizen, 13 jaar. En ja, dat was ontzettend gaaf. Ik kwam uit Amsterdam Zuidoost. Uit een flat. En in die tijd was het... nu wordt er heel veel gerenoveerd, maar toen was het echt gewoon heel oud en junkies overal. Dus toen kwamen we in Biddinghuizen en dan is het echt zo'n oase van rust. Ik kon lekker gewoon vrij fietsen buiten. We hadden een tuin. We hadden een huis met 2 verdiepingen. Nou, dat was voor mij echt allemaal nieuw. Dat had ik in Amsterdam toen niet. En er ging voor mij een wereld open. Ik weet nog heel goed dat... Hier in Amsterdam Zuidoost. Ja, dan ging je naar de kinderboerderij om een paard te zien. En toen ik eenmaal in Biddinghuizen woonde, dan was het van, dan had iedereen een verzorgpony. En ik zeg, een verzorg wat? Nou goed, en op een gegeven moment heb ik ook een verzorgpony gehad. En dus ja, het was ontzettend gaaf. Gewoon de vrijheid die je hebt als kind, de veiligheid die er is. Het is een heel, heel gemoedelijk, fijn dorp. Ja, het is heel raar als ik Flevoland inrijd, dat is zo anders. Het vlakke landschap, dat is echt uniek voor de gemeente Dronten. Het voelt ook heel raar, want dan rijd ik daar binnen en dan herinner ik me dat ik daar heb gefietst. Van Biddinghuizen naar Dronten, naar de middelbare school. En dat soort dingen. En dat ik daar de bus pakte. En nou ja, dat zijn echt van die, ja, dat blijf je gewoon bij. Dat is wel mooi. Ik denk als toerist dat je, wat je in ieder geval niet moet missen, dat is bij Biddinghuizen bij het Veluwemeer. Dat zou je echt niet mogen missen. Dat is heel mooi. Het is prachtig om daar even te stoppen met de auto. Je kan ook watersport doen. En dan iets verderop heb je natuurlijk Walibi World. Dat is ook wel leuk om te bezoeken als je kinderen hebt. Dus dat zijn echt de trekpleisters van Flevoland, vind ik.